Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Het is op dit moment december. Zoals jullie kunnen zien staan we in Baarle bij de Zena-winkel. Tabakoptiek, het is ontzettend druk. Ik ben nog nooit zo laat in het jaar er naartoe geweest. Dus we gaan kijken of we het überhaupt mee kunnen krijgen. Ze hebben op dit moment nieuwe producten. En het is begin kerstvakantie, dus ik zou zeggen, neem allemaal even een kijkje. Ze hebben heel veel nieuwe dingen binnen, nieuwe nitraten en zo. Gaan we ook eventjes kijken. En dan kunnen we later kunnen we dat gaan testen. Zien jullie binnenkort in de video. En ook andere knallers hebben ze natuurlijk. Matten en zo komen hier aan. De pijlen komen eraan. En er is op dit moment een kortingsactie, 50%. Want Tover is even iets uit je zak. Ik denk dat het op het moment dat jullie deze video zien niet meer is. Maar als je een kerstboom meeneemt, krijg je dus 50% korting. Alleen maar dit weekend. Alleen maar dit weekend, dus sorry jongens. Jullie zijn te laat, maar wij gaan deze inleveren voor 50% korting. Later. Sowieso die mat haalt 50% kop. Hey, je ziet wel, het is hot vandaag hè, België. Ingang is verplaatst. Kijk binnen. Delft. Yes. Ik kan het zo dat je zo de knom aan hebt. Kijk naar die dozen. Kijk naar die dozen. Zo. Ik denk dat het die moet je nemen, man. We gaan weer weg uit Baarle. Ik hoor jullie al denken, waarom gaan jullie weg? Waarom zitten jullie al in de auto? We zijn dus weggegaan omdat het zo ontzettend druk was daar zo. Zomaar, er waren echt gewoon 80 mensen of zo bij Zena, de bunker alleen al. Alle winkels was echt chaos. Ja, maar het leek net alsof het gewoon Nederlandse verkoopdagen is op dit moment. Precies. Maar dan... We rijden nu toevallig langs Spider-Shop en het is gewoon echt waar je ook gaat, het is gewoon stervensdruk. Het is niet leuk meer. Dus we hebben contact gehad met de make-up store en dan gaan dus we nou naar eigenlijk toe. De conclusie is inderdaad... Ik kijk dus die auto van Zena. Tesla. Hoi. Daar was ik vorige keer mee weg. De conclusie op dit moment is dat we eventjes scheuren naar Zena Ole. Klopt. Is vanaf hier 3 kwartiertjes rijden, dan zijn ze al gesloten. Maar ik heb even contact gehad en ze zijn de broers die niet om die zaak even te openen. Dus dan gaan we daar gewoon onze nieuwe producten halen. Wel kut, want we waren hier al en eigenlijk zei die man van, want ik zei al tegen die man van, ja, hoe lang gaat dit nog duren, want ze sluiten om 5 uur. Ja, waarschijnlijk zou het hem niet eens lukken, weet je. Dus we zijn nu op weg naar Ole, duurt 3 kwartier en dan zien jullie opnieuw een andere winkel. Dus eigenlijk 2 shopvideo's in 1. En eigenlijk Ole heeft alles op voorraad omdat de bunkers daar het grootst zijn. Jullie hebben allemaal natuurlijk onze shopvideo's gekeken. In Ole ook, daar hadden we voor... we hadden een goede collectie geschoten daar zo. En ja, daar zagen jullie dat er 14 bunkers waren. Dus daar hebben ze eigenlijk alles op voorraad. Heb je ook de meeste kans om gewoon niet gewoon teleurgesteld te zijn. Dus we gaan er nu naartoe. En ik hoop dat ze alles nog hebben. Later! Als we dadelijk in de rij zouden staan bij Baarle. En ze zouden dus gaan sluiten. Dan heeft het dus geen... Dus eindelijk zijn we aangekomen. Het is inmiddels al donker. Maar we zijn aangekomen bij Zena Ole. Als we even heel snel naar binnen filmen, zien jullie dat er wel wat mensen staan. Maar dat het niet bij lange na niet zo druk is als Baarle. Omdat het natuurlijk al gaat sluiten. Hier het autootje van Zena, iedereen kent hem wel. We gaan naar binnen en we gaan even inslaan. Cold as December. Thank you.
in the wrong hands. Ja, zoals jullie kunnen zien hebben we aardig wat dingen ingeshopt. Deze pijlen. Toen het niet genoeg is. Rakettenblitz. Dat zijn ook mooie pijltjes. We gaan dit jaar echt voor de pijlen natuurlijk. Hier zo meer pijlen. Kijk, uiteraard. Ja mensen, op dit moment is een ander moment. Het is nu namelijk licht. Het is de volgende dag. Ik heb eventjes alles naar boven gezet. Aantal andere dingen, de Trujillo en zo, die we ook hebben gehaald, die hebben we afgestoken. Dat zien jullie binnenkort in een stookvideo. Of is al online in ieder geval. Maar deze dingen zijn eigenlijk de legale dingen. Of in ieder geval de kat 2 die gewoon ook in Nederland mogen. Waaronder de rakettenblitz zijn van die pijltjes. Check maar. Ga ik even een klein stukje uithalen, check. Dat zijn van die pijltjes. Ook super nieuw natuurlijk. Er staan nog nergens van een beeld online, dus ik ben super benieuwd hoe ze zijn. Top Rockets 1. Pijlenpakketje. Even kijken. Ik zie niet precies hoe we erin zitten. Oh ja, zitten er 15 in. Van klein naar groot natuurlijk. Lijkt een beetje op de Nederlandse pijlen. Hier hebben we 6 cakes van Shashi. Dat is eigenlijk, ik neem aan 1 tot en met 6 natuurlijk. 1 tot en met 6 natuurlijk. 25 shots per cake. Hij heeft mijn hoofd gezegd €17 of zo per cake, ik weet niet goed. Ik weet niet precies, maar in ieder geval 6 hebben we ervan genomen. Eigenlijk de hele lijn. En hier, waar ik echt super benieuwd naar ben, dat is de Zhangfang collectie. Zitten er 6 in. En dat zijn deze cakes. Dit is Zhangfang 5, maar er zijn er dus 6 in. Kosten €36,50 per stuk. En wij hebben er gelijk 6 ingeslagen. Voor oud en nieuw natuurlijk, projecten. Al met al de nieuwste producten van Zena hebben we eventjes gehaald dit weekend. Het was super druk zoals jullie konden zien. Maar goed, het zijn wel mooie producten. Vooral rond oud en nieuw. Die pijlen ben ik benieuwd naar voor ons pijlenrek. Zhangfang zijn nieuw, dus mooie shots zijn dat. Zullen we hem gewoon rechtop zetten? Kijk wat hij doet. Ja, het is gewoon een stromboli. Wat fucking lang duren geworden. Doe je Nino. Ging aardig goed. Zo, ja. Hier zo, wat getraind nu dan. Ze hebben een goede vertraging, hè? Ja, maar dat wel. Oh jongens. Zo. Yes? Yes. En daar wachten we even mee. Die zijn echt goed man, die zijn echt goed, let maar op.
goeie, hè? Ja. She's cold as December.